Nee! Boos! Hallo lieve mensen, welkom weer bij een nieuwe, de slechtste brievenrubriek van Nederland. Hallo. Hallo. Zoals je ziet zijn wij niet thuis. Dit is niet waar wij wonen. Hier wonen wij helaas niet. Wij dachten namelijk, hoe leuk is het een keer om een brievenrubriek op locatie te doen. Onze vriend Steven heeft namelijk Blast Galaxy geopend. Dat is een nieuwe... Blast Galaxy. Blast. Dat is een nieuwe arcade. Echt een mega arcade. In Amsterdam-Noord. Echt te gek vinden wij het. Ja. En we dachten, nou... gaan we hier gewoon wat slechte vragen beantwoorden. Blijf even hangen tot het einde van de video ook, want dan vertellen we je hoe je kans maakt om hier de hele middag gratis los te gaan. Ik denk toch wel dat je duidelijk moet praten. Ik denk ook dat ik duidelijk moet doen. Oké, we beginnen met de brief van de week. De brief van de week. Dat was bijna eng, was dat? Ja, was het spannend? Ja. Oké, we hebben deze brief. Hij is schitterend. Kijk even. Ik ben altijd verbaasd over de moeite en het werk dat hier. Kijk nou! Oh, hoe leuk, chocola, alles. En er zit zelfs zo'n ouderwetse stempel. Het cadeautje is... Sla made by me. Oh nee, wacht. Het lijkt op sla, maar dat had ze zelf ook door, dus heeft er even hand bij geschreven. Dus het is handmade, niet sla mee. Ik gok dat dit voor jou is. Kijk dit. Jeetje. Waar halen jullie de tijd vandaan, jongens? Nou, ik doe even je armbandje. Ja. You are now hereby my lawfully wedded wife. Het is nogal wat. Lieve beste kaasvlees chocola-springende... Chocola-springende. Als je een stukje chocola op de grond legt, zolang je nog over een stukje chocola kan springen, mag je het opeten. Chocola pringels etende Max en Marije. Als eerst, hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het nou echt met je, Max? Het wordt een beetje hetzelfde eigenlijk. Gewoon oud moe zeuren, maar wel blij. Dat lijkt een tegenstelling, maar dat is omdat het ook zo is. Ik ben Minke, ik ben 12 jaar. Wauw, welkom Minke. Ik vind het altijd... 12 jaar en dan zo'n handschrift, dat lijkt wel een typemachine joh. Ja. Ik vind het superleuk om naar jullie video's te kijken. Toch heb ik ook een paar pittige vragen voor jullie. Nou hoor, 12-jarige, jij gaat ons even het vuur aan de schenen leggen. Wauw, zij is 25 jaar jonger dan ik. Wow, nee. Oh. Zij is een Enzo Knol jonger dan ik. Wow, wat ben je oud. Ja, Minke, denk daar maar eens over na. Nou, en moeder van Minke, die dit ziet. Nu denk ik net, lijkt het net alsof ik niet wist dat jij 37 bent. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ik weiger om die vraag iedere fucking keer te moeten antwoorden. Minke, je kijkt maar een paar brievenrubrieken terug, is al 3 keer geantwoord. Nee! Boos! Wat vonden jullie het leukst toen jullie in New York woonden? Food. Echt wel food. Wat missen jullie het meest uit New York? Food. Een soort stoomboot. Food, food. Waarom ben jij zo klein? Ga eens rechtop zitten. Oh, sorry man. Ja, nu kom je weer boven het beeld uit. Pringles of chocola? Chocola. Pringles. Bier of koffie? Koffie. Bier. Heeft ze het toch voor elkaar? Deze is moeilijk. Ik dacht al, wow. Verdomme, moeilijk, toch gelukt. Pittige vragen. Klefbroodjes van Tankstation of van Hakstaaf? Klefbroodjes. Je bent nu een jaar lang echt overtuigd vegetariër en dat gaat me super goed af. Maar dingen als gehaktstaven mis ik echt, jongen. Ik wil zo graag nu een gehaktstaaf. Hashtag #onderkindtv of dit gebeurt er als? Dit gebeurt er als. Dit doen jullie kinderen. Amsterdam of New York? Damspook! Wat staat boven aan jullie bucketlist? Ik heb best wel een hoop dingen al gedaan, maar ik denk dat voor mij is het echt wel... En dat moet ook dit jaar, ik wil mijn boek afmaken. Boek afmaken en uitbrengen. Dat is voor mij. Ja. Ik wil eigenlijk ook wel een boek schrijven. Ik heb alleen nog niet geen idee daarover. Ja, dat is wel echt... Ik wil ook een boek. Ik weet alleen niet wat en hoe, maar ik wil een boek. Oh. Wat is jullie stopwoordje? Ja... Jij gebruikt wel vaak... Dat is wel waar. Ik zou bijna onder jouw stopwoordjes kunnen rekenen. Ik heb honger en ik heb te veel gegeten. Wanneer gaan jullie die te leuke tas verkopen? Oh. Recente brief. Nou, dit is een heel recente brief. Dit is de tas waar we het over hebben. Ben ik de tas waar we het over hebben? Ben ik te koop? Nou, ik zou zeggen, hou dit kanaal in de gaten, want misschien zijn er wel dingen die te koop gaan komen. En misschien nog wel andere dingen. Dit waren alle vragen, denk ik. Waren er alle vragen of niet? Dat weet je er zelf bij. Dit waren alle vragen, denk ik. Dit waren alle vragen of niet? Jezus. Wees niet zo heftig. Jawel. Je kan maar beter op de 12e leren dat de wereld hard en bonkig is. Pikt als een brood. Ik heb nog een klein cadeautje voor Marije. Sorry Mux, ik hoop dat je het leuk vindt en hem vaak draagt. Mission accomplished. Vind je wel leuk. Veel liefst Minke. Nou, super tof, dankjewel top, Minke. Top brief. Hij is geweldig. Oké, ik heb hier dus nog een heel leuk pakketje. En Max is ondertussen een spelletje aan het spelen aan de andere kant van de zaal. Dus ik dacht, mooi moment om hem dit te laten uitpakken. Dit gebeurt er als je een pakketje uitpakt terwijl je vrachtwagen rijdt. Hier. Max, uitpakken. Maar ik ben aan het rijden. Ik heb een 18-wheeler onder controle. Wat is het? Moet je uitpakken. Doen. Je moet sturen met je knieën dan. Ja, nee, gaat top. Uitpakken, beter uitpakken. Sneller. Uitpakken. Nee, gaat top. Oh. A few moments later. Lieve Max, Marije en Gollum. Oh, lieve Gollum. Gollum, leuk dat jullie live waren. Zo, ik ben een beetje geel. Ja, ik ben een beetje moe. Ik vond dat heftig. Ja, het was niet zo'n succes. Ja. En ik vond ook dat het pakje wel iets meer aandacht verdient. Ja. Het pakje is van Céan. En die kennen wij. En die doet al heel hard het best. Dus we gaan gewoon eens even rustig kijken wat er allemaal gestuurd is. Een hele lange brief gestuurd. Die is veel te lang om voor te lezen. Maar we hebben hem wel gelezen en dan weet je dat ook. Er zit zelfs braille bij, omdat Céan niet zo goed kan zien. Dus dan hebben we hier ook... wat cool. Kunnen we dat een beetje meekrijgen. Ik zou dat wel willen leren. Ik zie er niks van, maar die is braille. En ze heeft, eigenlijk heeft ze deze gemaakt voor Gollum nog destijds. Ah, Gollum. En Gollum moesten wij helaas nu 2 maanden geleden laten inslapen. Ja. Maar ik gok dat Furby en Bowie ook gewoon heel blij zijn met wat hierin zit. Dus we gaan even kijken. Ik heb hem open, ik moest er even een mes bij halen, maar het is veel. Wow. Het is heel veel spullen. Oh my god. Alles valt. Jeetje. Je kan ook helemaal niks, hè jij. Dit is waar, dit is waar. Hier is alvast armband nummer 2 van de brievenrubriek van deze week. Dit is helemaal vol met balletjes en speeltjes en touwtjes voor katten. Dus wat we gaan doen, wij nemen dit mee naar huis en we gaan het even aan onze katten geven en dan kun je zien wat zij ermee gaan doen. De ultimate test. Yes, dit is wel echt goed hoor. Maak dit open en laat het feest beginnen. Lees het kleine briefje als eerste. Poekie! Gefeliciteerd. Ik vind wel dat omdat wij de brievenrubriek zo weinig doen, ja, dat de brieven onszelf best wel confronteren met hoe weinig wij dit doen. Ja. Hier staat heel groot op, gefeliciteerd met de 73k abonnees. Oh! Dat was november? Oktober? December, zoiets. Sorry, whoever deze brief geschreven heeft, ik hoop dat je nog leeft. Het is zo lang gewoon terug, ik weet het nooit. Het is wel weer een kunstwerkje hoor. Jeetje! Mooi, mooi, mooi. Ik wil wat meer. Ik heb een beetje last van mijn ruggetje en het krukje doet een beetje zeer aan mijn kontje. Let niet op spelfouten. Haha, het past er niet meer. That's what she said. Lieve Marije en Max, ik volg jullie al heel lang en kijk al jullie video's al voor de 3e keer. Mijn vraag aan jullie is... Kan Max misschien een keer een eigen video maken? Ik weet dat hij het al gedaan heeft, maar Max is top. Ik heb een goede uitgekozen. Ja. Ja. Voor alle kijkers, abonneer snel op het beste kanaal van Nederland. Het is een stukje marketing. Lekker. Veel liefs, Silke. Er staat achter dat Silke 13 jaar is, maar dat was natuurlijk ten tijde van het schrijven. Ja. Dus ik denk dat Silke ondertussen 27 is, maar Silke, call me. Last but not least, als je dus toegangskaartjes wilt winnen om hier de hele dag los te gaan. Want als je bij Blast Galaxy helemaal binnen bent, kan je de hele dag gratis spelen. Dus geen gedoe met muntjes of tokens of dat soort dingen. Je hoeft alleen maar binnen te komen. Entreeprijs is normaal €12,50. Die geven wij dus nu gratis weg. En daarna kan je de hele dag zoveel spelen als je wil. Ja, oké, dus dit is wat je moet doen. Volg Blast Galaxy op Instagram. Hier staat de dinges. Ja. Like deze foto van ons. En stuur eventjes een DM naar hen. Waarom jij moet winnen. Of jij en je vriendin of vriendje of moeder of oma. En dan krijgen jij en een andere persoon de hele dag toegang. Ja. Want Blast Galaxy is Best Galaxy. Ben jij in de marketing? Ja. Als jullie nog meer vragen hebben, stuur vooral brieven weer in. En dan gaan we er gewoon weer een brievenrubriek doen. En... maar waar gaat dat gebeuren? Hoe gaat dat gebeuren? Wanneer is de volgende? Wat spannend. Er zijn zoveel vragen. Die worden allemaal dit weekend beantwoord. Anyway.